Flentrop Orgelbouw is bijna gereed met de restauratie van het Hiens van Dam orgel in de Martinikerk in Bolsward. Kees Notrot, vaste bespeler van het beroemde instrument, laat vast wat klankkleuren horen. De typische bolzwart klank. Een van de klanken die Klaas-Jan Mulder graag hoorde, was enerzijds Van Dam van het bovenwerk, gecombineerd met Hiens van het hoofdwerk en dan de Vreneland. En die klank die is er natuurlijk nog steeds. Hè? En ook die beroemde drievoet. De fluit die echt heel mooi is geworden is de baarpijp van het hoofdwerk. Ja, maar de fluit viervoet die er dan eventueel bij kan, die is net zo mooi eigenlijk. En natuurlijk de bekende nazaar van het rugwerk. Tweevoet. Een van de toevoegingen van Van Dam is natuurlijk het derde klavier. En behalve de bekende klank 8-4-3 tremulant is natuurlijk ook de viola di gamba een heel mooie karakteristiek die het orgel echt weer meer kleur meegeeft. En in combinatie met bijvoorbeeld een fluit van het hoofdwerk. Ideaal voor Franse muziek, maar de gamba samen met de roerfluit versmelt ook heel mooi. Hoor maar eens hoe die er dan bij komt. Dit is dan alleen de gamba en samen met die roerfluit en eventueel de salutionaal en de fluit. Het licht is gekomen dat de salutionaal van het bovenwerk eigenlijk het dubbelkoor is van de prestant 8 van het hoofdwerk. Die heeft Van Dam gewoon hergebruikt en dat is dus de basis voor zijn salutionaal 8 voet. Maar het orgel heeft dus eigenlijk gewoon zijn dubbelkoor. Het klinkt heel mooi, mooi vol.
perspectief van het rugwerk erbij voegt. En de opbouw naar 4. De kwint. En 2. En 16. En mixtuur. Zonder fluiten klinkt het nu kleurrijk, in tegenstelling tot voor de restauratie. En op het rugwerk is de typische scherp van Flintrop uit de jaren 50, hebben we bewaard. Ja, want het orgel zou zo blijven in de conditie zoals het was, in dezelfde dispositie. Maar ook die mengt heel mooi met de rest eigenlijk. Alles is er nog.